kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Sophie. En ik ben Sanne. En laten we snel beginnen. Vandaag hebben we de Babyfood Challenge. Voor de mensen die niet weten wat het inhoudt, dit houdt eigenlijk in dat wij verschillende soorten babyvoeding gaan eten. Dus we hebben 6 potjes babyvoeding en 1 speciaal bakje. Dus we gaan het denk ik ook niet allemaal opwarmen, want dat is denk ik wel veel gedoe. Maar we gaan het dus gewoon proeven en daarna gaan we het een cijfer van 0 tot 10 geven. En laten we beginnen. Waarmee wil je beginnen? Oké, met deze. Ja, wat is het? Oké. Het is een maaltijdhapje en er zit in voor korenpasta, broccoli en wortel. Lekker. Oké. Gadver. Weet je er nog uit? Heel erg naar wortel. Ja, het is ook wel. Het is 6 plus maanden. En roer het eerst even door. Oké, rustig. Laat het maar eerst schudden. Schudden. Dit kan je niet schudden hoor. Echt wel. Eeuw. Ik heb al genoeg op mijn leven. Wauw, ik ga niet meer eten dan dit. Oké, ik ook niet. Hallo, jij hebt kapot weinig. Waarom doe je dan zoveel? Helemaal, man. Oké, 3, 2, 1. Het is koud. Ja, dat is gewoon raar. Het proeft echt nergens naar. Nee. Heel licht heb je zo'n smaak, maar ik vind het echt vies. Nou, het is niet per se vies eigenlijk, maar... Ik vind het wel lekker. Het proeft echt naar macaroni. Ja, dat zit er ook in, maar... Het is gewoon net alsof iemand ijsklontjes erin heeft laten smelten. Want... Nee, ik vind het echt proeven naar de pasta. Naar pasta met tomaatsaus. En dat ik dan gewoon heb gebracht. Koud. Ja, oké. Ik geef het een 7, denk ik. Ik geef denk ik ook een 7, want er zat niet heel veel smaak aan, maar het was ook niet echt smerig. Ik proefde totaal geen wortel. Jawel, ik proefde wel wortel. Ik proefde echt geen wortel. Gewoon pasta. Ja, pasta. Koude, hele koude pasta. Ja. Oké, laten we doorgaan naar de volgende. Oké, ik heb gekozen voor een maaltijdhapje. met aardappel, tuingroente en rundvlees. Ook voor 6 plus maanden. Tuingroente? Tuingroente, ja. Lekker! Eeuw! Oh. Eeuw! Kijk, dat ruikt best wel lekker. Er zit echt zo'n laagje vocht op. Eeuw. Oh, het is een beetje hard. Het ruikt naar... Ik kan niet meer. Geen meer, gaat dat niet. Oké, het ziet er echt heel smerig. Oké, we pakken gewoon een stukje, want dit gaat toch niet werken. 3, 2, 1... Lekker. Dit vind ik echt lekker. Ik vind het echt wel lekker. Het is gewoon, het lijkt echt... Waar proeft het naar? Aardappel. Aardappel. Ik proef totaal geen rundvlees. Nee. Maar... Deze goed is te echt... doen. Aanraden voor je baby's. Mm-hmm. Wat geef jij hem? 7,5. Ik geef hem wel een 8, want ik vond hem wel heel lekker. Nee, ik geef hem ook 7,5, anders kan ik helemaal niks meer van uitstijgen. Vergeet dat niet. Man, hij gaat niet meer dicht. Oké, ik ben heel benieuwd naar deze. Oké, de kleur is best wel vies. Er zit in ieder geval spinazie, witvis en rijst in. Oké, dus... Witvis. Witvis. Normaal, we vinden vis wel heel lekker. De rijst is niet zo lekker. Dat ruikt naar kattenvoer. Nee, naar vis. Nee. Eeuw. Gadver, dit kan toch niet eten? Een bijnetje kunt geven. Ik wil niet eens nog een keer ruiken. 3, 2, 1. Oké, snel dicht. Het ruikt naar kattenvoer. Het smaakt naar kattenvoer. Ik proef alleen witvis. Geef dit niet aan je baby's. Dit nee. is echt niet ik te eten. Ik geef het een 5. Want het proeft wel naar witvis. Dus als je van witvis houdt, dan ben je er zo wel. Nou, ik geef het echt een 3. Ik vind het echt smerig. Ja, maar omdat het toch naar witvis... Het nou, het proeft wel naar wat er... Oké, jammer. Ah, deze wil ik. Ah, nee, die wil ik zo erin. Oké, nou ja. Spaghetti bolognese.
Oké, okay. Nou, zo simpel is het. Spaghetti bolognese. Oké, okay, die wou ik dus heel erg graag. Oké, okay, het ziet er echt uit als spaghetti bolognese. Eel, zitten er stukjes in? Ja. Oh my god, volgens mij zitten er stukjes spaghetti in. Het is hard! Het ruikt naar spaghetti bolognese. Ja, waarom zijn dit dat spaghetti? 3, 2, 1. Heel lekker. Dit mag jij aan je baby geven. Mm-hmm. Die stukjes zijn echt heel erg zacht. Dus dat is wel lekker. En het is echt gewoon precies spaghetti. Mm-hmm. Kijk hierna. Oh mijn god. Sorry. Ik ben gewoon afgeleid door mijn schel. Deze zitten bruine bonen in. Dus ja. Lekker. Bruine bonen, appel, rundvlees en rijst. Oké, okay, rijst hebben we geen goede herinneringen. Of zo. Zo niet. Oh nee, het stinkt weer zo. Het ruikt naar appelmoes met bruine bonen. Oké. Oké, oké, oké. 3. Hebben we voor die vorige wel een cijfer gegeven? Oké, okay, even snel tussendoor de cijfer voor het Ik geef hem 8, want hij is echt ja, super. Ja, ik geef hem even een 8. Let's go on. Oké, 3, 2. Eeuw. Deze is vies. Apart. Niet vieser dan de witvis. Nee, hij is niet vieser. Ik vind hem nog wel meevallen. Ik geef hem een 6. Ik geef hem een 5. Voor de ene laatste hebben we deze. En hier echt zin. Ik weet niet of ik het kan zien. Maar dit is appel, mango en banaan. 4 plus maanden, dus dit is echt voor baby's. Dit is echt een fruithapje. Heel zacht, denk ik. En zo. En zo. Smell it. Ja, appelmoes. Ja. Weet je waar dat ruikt? Naar die knijpstak die we in de auto hadden. Ja, oh ja. Nou, 3, 2, 1. Daar proeft het ook naar. Ja. Dit is toch gewoon lekker. Oké. Okay. Nou ja, dat verwacht je ook wel, denk ik, hierbij. Oké. Okay. Dan de laatste. Deze. Heb ik uitgekozen. Hier zit tomaat, rundvlees, wortel en aardappel in. Dus ik denk dat die een beetje hetzelfde proeft als... Zullen die opwarmen? Dat mag niet. Moet dat? Nee, maar we kunnen toch gewoon voor de grap opwarmen. We gaan het opwarmen. Okay. That's what we're gonna do. We are so meteen back. Oké, okay, we zijn terug. We hebben het opgewarmd. Doorgeroerd. Doorgeroerd en... Het ruikt naar gewoon die spaghetti. Ja. Ja. Het is koud. Oh, het is ook voor baby's. Hij moest maar 30 seconden. Hij is wel lekker. Nou, we vinden alles lekker. Oh nee, helemaal niet. Oh, deze ertjes knallen in je mond. Ik vind het niet zo heel top. Nee, maar ik vind het niet vies hoor. Oké, okay, wat geef je nu? Ik geef het een 7. Ik geef het een 6,5. Dit was onze challenge. We hopen dat jullie het leuk vonden. Wij vonden het leuk om te doen. Ja. Dit wilden we echt al heel graag heel erg lang doen. En hebben we hem eindelijk gedaan. En laat hier zeker onder achter of jij wel eens iets hebt geproefd van babyvoeding. Of zet een linkje van je eigen video hieronder. En laat ons zeker weten welke jou het lekkerst lijkt en welke jou het vies lijkt. Oké, okay, wat wij het vies en lekkerst vonden was deze sowieso het vies. Ja. Met witvis. Ja. En het lekkerst? Welke? Ik vind het fruitdopje. Oké, ik vond deze het lekkerst. Oké. Okay. Deze vond ik het lekkerst en die vond Sam het lekkerst. Denk je nou, super gezellig kanaal. Vergeet je dan vooral niet te abonneren hieronder, want dat zou super leuk zijn. En dan zie je elke keer van mij een nieuwe video. En vergeet natuurlijk je duimpjes niet omhoog te doen, want dat zou erg fijn zijn. En dan wens je nog een fijne dag. Doei! Doei!